Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering de samenvatting en achtergronden van de wedstrijd TSC tegen HBS uit Den Haag. De trotse koploper van de topklasse zondag komt uit Tiel. Na een bewogen week waarbij WK Edo via cement uit de competitie werd gehaald, profiteerde TSC al flink. Door de winst op HBS uit Den Haag staat TSC nu bovenaan en blijft het ongemeen spannend in deze competitie. Allereerst de opstellingen. TSC. Op doel Van der Sman, Kiyomeni, Takasawa, Van D en Vierik in de achterhoede, Noël Senaki, Bartels en Van Gessel op het middenveld en De Wind, Van Inge en Boesbiba vormen de voorhoede van TSC. Dan de opstelling van HBS. Op doel Kamperveen, in de achterhoede Fecunda, Kofferman, Matluti en De Jong. Op het middenveld vinden we Roberti, Schutte en Kaster en in de voorhoede Van Pelt, De Geer en Westdijk. Makkelijk ging het niet op Sportpark De Lok op zondag 6 maart. Het eerste gevaar kwam van TSC via Daoud Boesbiba, maar die werd onreglementair gestopt. De toegekende vrije trap belandde in de handen van doelman Gianni Kamperveen van HBS. Vervolgens kwam HBS een paar keer gevaarlijk door. De Tielse defensie bleef met moeite op de been. Na 11 minuten viel het tactisch plan van TSC ook nog eens in duigen. Sven van Inge speelde in de spits met rondom zich Jip Bartels. Door het uitvallen van linkerverdediger Walter Kiyomeni werd Van Inge weer naar achteren gedirigeerd. Mohamed Nouri was zijn vervanger. Dames en heren, een wissel in het team bij TSC met nummer 5. Walter Kiyomeni is vervangen door nummer 10, Mohamed Nouri. In de rest van de eerste helft wist TSC geen enkele kans meer uit te spelen, maar gaf ook niet veel meer weg. De tweede helft zag er op De Lok heel anders uit. TSC speelde feller en met meer passie. Kansen kwamen er ook, vooral via de razendsnelle Boesbiba. In de 55e minuut stuurde Gregory Vierek met een geweldige steekbal Boesbiba weg en zijn voorzet werd door Jip Bartels ingeschoten. 1-0. Nog geen 3 minuten later lag de bal op de stip bij TSC. Doelman Sebastian van der Sman ging in de 16 een duel aan met Berend Kaster, waarin scheidsrechter Bijl een strafschop zag. Van der Sman pareerde echter met zijn voet de strafschop van Tjeerd Westdijk. Het bleef 1-0 voor TEC. De wedstrijd bleef spannend en kon alle kanten op. De beste kansen waren voor TSC. Zo zette doelman Van der Sman na 78 minuten met een verre uittrap Boesbiba aan het werk. Zijn voorzet werd door Nehemia Asanaki hoog overgeschoten. 5 minuten later eindigde een fraaie aanval bij Asanaki, die echter een afzwaaier in huis had. In de 87e minuut kreeg de doelman van HBS een afstandsschot van Matthijs van Gessel niet onder controle. De rebound van Bartels bokste hij ook uit zijn doel. Bart Kofferman van HBS kopte vlak voor tijd ook nog maar net naast. Niet altijd goed voetbal TSC hield uiteindelijk de 3 punten in Tiel. André, met te weinig punten terug naar Den Haag. Ja, dan ben ik... Namelijk nul. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden minimaal gelijk moeten spelen hier. En dat was gezien de wedstrijd, eerste helft, tweede helft, de verhouding ook wel. Maar ik denk dat we het aantal kansen wat we zeker in de eerste helft gehad hebben, hier gewoon zelfs 3 punten hadden mee moeten nemen. Ja, zo gek kan het voetbalspelletje zijn. Uiteindelijk goed gevoetbald, maar het moet een ontevreden gevoel geven. Ja, we speelden heel degelijk. Als je dan van daaruit ook nog een aantal kansen creëert, dan moet je jezelf belonen en ze verzilveren. Dat hebben we niet gedaan. Zelfs niet met een strafschop vanaf 11 meter. Dan hadden we sowieso nog een punt meegenomen.
Ja, en Tech maakte een hele goede goal in de tweede helft. Ja, zij hebben daardoor 3 punten. En ik ben erg ontevreden, niet over de werklust van mijn ploeg, maar over, over de manier waarop ze afwerken. Even over jouw eigen persoon. André Wenzel, een begrip in de voetbalwereld. Je bent bezig als trainer met de laatste wedstrijden voor deze Haagse club. Wat ga je hierna doen? Ik ga in ieder geval 5 weken naar Indonesië op reis. Ik heb 5 jaar geleden al mijn vrouw beloofd dat ik lekker met haar op reis zou gaan. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Ik word dit jaar 65, dus eindelijk gaat het nu gebeuren. HBS is er eigenlijk alleen maar tussendoor gekomen dat mijn kinderen op die club zitten. Ik ga lekker op reis, in ieder geval 1/2 jaar niks doen. Maar ja, ik ben wel ik ben nog jong, vind ik zelf, 65. En een voetbaldier. Ja, en een voetbaldier, dus ik ga zeker weer wat doen. Maar ik verkeer in de luxe positie dat ik alleen maar doe wat ik leuk vind. En ik ga het eerste 1/2 jaar in ieder geval even lekker niks doen. Sven van Ingen, wederom een puikenpot voetbal. Ja, dankjewel. Het ging lekker, overwinningen binnengesleept. En zijn we heel blij mee. Een diepe zucht. Je had het ook zwaar, hè, op het einde van de wedstrijd. Het was pittig. Ja, het was heel pittig. Ik begon in de spits. Walter die viel heel snel uit, waardoor we weer om moesten gaan zetten. En toen kwam Mo erin, waardoor ik achterin ging spelen en Jip weer in de spits. En het is een hele andere conditie. Waardoor ik aan het einde iets sneller leeg was dan normaal. Ja, het is wel mooi om te zien dat ook jij weer goed in die topklasse. Je kunt eigenlijk gewoon goed mee. Ja, ik ben wel blij omdat het was van tevoren natuurlijk afwachten. Want we zijn zeg maar begonnen in de tweede klasse hier. En Berlijn er wel aan geproefd, maar nog niet klaar ervoor. En zo rustig aan kom je steeds beter in. En als je er wat voor laat en iets meer zeg maar, voor jezelf doet en ervoor gaat leven, dan. Dan kun je mooie dingen laten zien. Nou, en dat doe je. Even snel de wedstrijd doornemen. Ik denk dat we goed begonnen. Ik stond dan in de spits. Ik denk dat we dan iets meer bal vast hebben voorin. En dat Jip om me heen kan voetballen met de buitenspelers. Nou, Walter viel uit. Op een gegeven moment, toen elke bal die er naar voren ging, die kwam ook net zo hard weer terug. Ja, dat hele middenveld was eigenlijk helemaal niks. Nou, het middenveld, het stond op zich wel goed. Maar het was net elke keer dat we gewoon net een beetje te mat. Tweede helft pakken we het goed op. Dood, die gaat de ballen, die kaatst hij terug. En fantastische steekbal van Greg. En Jip, die staat op de goede plek, tikt hem in. En Sebastien redt fantastisch nog een penalty. Ja, scheelt ook nog de helft. Ja, waardoor we ook weer echt kregen van oké, hier gaan we gewoon de nul houden en we laten er niks meer door. En daarna is het volgens mij ook niks meer doorheen gekomen ook. Smetje op de wedstrijd, die gele kaart. Vertel eens, hoe zit dat? Ben je nu geschorst voor de volgende wedstrijd of mag je er nog een paar halen? Ik zit in een hoek waar de klappen vallen, lijkt het wel. Want als je eenmaal op scherp staat, dan lijkt het wel dat elke scheidsje moet hebben of zo, op een of andere manier. De een geeft hem wel, de ander geeft hem niet. Ik vond dat hij wel een redelijke wedstrijd floot. Die speler die tikte de bal net iets te ver van zich uit. En ik ga. En op een gegeven moment, toen dacht ik van oké. Ik ga hem wel of niet halen en dan weet je al dat je niet goed is. Dus stom. Ben je nu geschorst voor de volgende wedstrijd? Ik ben voor 2 wedstrijden geschorst nu, ja. Ja, dat is echt heel zuur. Maar dat is best mooi dat we gewoon die 3 punten houden of pakken hier zo. En daardoor ook weer met veel vertrouwen zeg maar, naar de volgende wedstrijd kunnen kijken. Troem en Balraak, 6 maanden zijn we je kwijt geweest. Maar je stond vandaag weer voor het eerst op het veld. Fijn gevoel? Ja, zeker een fijn gevoel. Na zo'n lange tijd niet gespeeld hebben en nu toch weer minuten gemaakt hebben, is fijn, dat zeker. Hey, die blessure, vertel daar eens over. Wat was er nou precies aan de hand? Ik heb een scheur in mijn lies gehad en dat trok ook door naar mijn onderbuik. Waardoor ik eigenlijk 2 blessures in 1 keer had gehad en dat kan tot 6 maanden duren of wat langer. En nu is dat zo goed als verdwenen? Ja, zo goed als verdwenen. Nog niet helemaal, maar ik ben hard op weg, dus het gaat goed. Hey, die tweede helft, dat biedt perspectieven. De eerste helft dat was eigenlijk helemaal niks, hè? Maar de tweede helft ging zeker beter aan onze kant, dus we hebben ons voordeel eruit gehaald en toch weer te scoren. Nou, het elftal heeft de spirit weer te pakken. Vriendenclub? Ja, zeker een vriendenclub. Zo kan je het wel beschrijven. Hoe het binnen het team gaat, altijd lekker, goede sfeer, dus niks te klagen. En op tijd dat je fit bent, hè? We hebben je nodig hier bij TSC. Dat mag ik hopen. Ik doe gewoon mijn best en voor de rest kan ik niet veel meer doen. Gianni Kamperveen, keeper van de club uit Den Haag. Je moet een ontevreden gevoel hebben. Ja, dat is altijd. Als jij gewoon verliest, dan heb je sowieso een ontevreden gevoel. En wij hadden wel het gevoel dat het voor ons erin zat om een wedstrijd te winnen.
aangezien de omstandigheden, slecht veld, drassig, Tech kwam niet, dus een voetballend goede ploeg. En dat kwam er bij hun deze wedstrijd niet helemaal uit. En daarin zijn wij sterk, fysiek. We spelen goed het duel, tweede bal, anticiperen prima op. Alleen met de kansjes die we kregen, hebben we te weinig gedaan. En vervolgens één hele goede steekbal. Perfect uitgespeeld door de rechtsbuiten. Het is uitgespeeld. Hij geeft een fantastisch voorzet op Bartels. Die tikte binnen. En klaar was het eigenlijk. Ja, dat was een fenomenale actie, hè, van Bouzbiba. Absoluut. Steekbal. Uiteraard hadden we allebei rechte rugdekking kunnen geven. Maar het was gewoon een perfecte steekbal. En hij houdt het overzicht, de rechtsbuiten. En hij heeft een hele goede voorzet waar onze verdediger ook niet bij kon. In de voeten van Bartels. Ja, die tikte binnen. Dat kan hij wel, denk ik. Burgemeester Beenhakker te gast hier op Sportpark De Lok. Hebt u genoten? Ja, hartstikke goed. Ik begreep dat de eerste helft een beetje moeizaam was. Ik kon zelf pas de tweede helft aanschuiven. Maar ik kwam een aantal keer goed door. Ik denk een goede kans ook op 2-3-0 nog. Topklasse in Tiel. Dat is toch eigenlijk mooi, hè, voor deze plaats? Ja, fantastisch. Natuurlijk mooi om te zien. Hoog niveau voetbal in Tiel. Dat is alleen maar mooi. Naast natuurlijk alle jeugd die we hier hebben. En andere teams, maar gewoon leuk om te zien. Kunnen we stellen dat we naast Flipje ook nog TSC als ambassadeur hebben voor Tiel? Ja, absoluut. En TSC gebruikt ook Flipje als icoon ook weer. Dus dat versterkt elkaar alleen maar. Wat dat betreft mooie topsport in Tiel. Wielrennen straks weer. Dus ja, kan niet op. Het is ook mooi om die wederzijdse bevruchting te zien van al die sporten in Tiel. En ik ben zelf sportliefhebber. Ook voetballiefhebber. Bent u aan uw trekker gekomen, zeker in die tweede helft? Zeker leuk om te komen kijken. Ik heb natuurlijk ook wel wat andere verplichtingen. Dus ik kan helaas niet altijd natuurlijk komen. Maar de tweede helft was mooi. Fantastisch dat de keeper die penalty pakte. Was net iets te laat toen hij de penalty veroorzaakte. Maar gelukkig heeft hij hem gepakt ook. Lout Bouzbiba, man of the match. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was een... we begonnen... Dramatisch, mogen we best wel zeggen. De eerste 10 minuten begonnen we wel goed, vond ik. Met name van mij, aan de rechterkant een paar acties. En daarna was het echt slordig. Je zag dat we alle duels bijna verloren. Ja, in het begin met Sven, toen hij voorin zat naast Jip, toen wonnen we nog wat. Maar daarna, toen hij terugging, verloren we alles. En het was slordig, eerste helft. Die tweede helft, dat was weer een heel ander gezicht van TSC. Waar kwam dat nou door? Ik zou het niet weten. Het lijkt wel alsof een nieuwe spelers op het veld stonden. We waren helemaal... maar trainer zou ik even in de rust. Want hij zegt, het is veel te slap. Kijk, we moeten wel even pit erin gooien. Dus Ja, hard gevochten met z'n allen en die 3 punten binnengehaald. Even jouw eigen spel vertel. Ja, ik heb vandaag een 10 gekregen van de trainer. Ik heb alle taken gedaan die ik normaal moest doen. Want normaal was het nog met omschakelen was het lastig. Dat je ze nog wel eens liet lopen? Ja, dat ik nog wel niet terug wou gaan om die bal achterna te gaan. Maar vandaag deed ik dat uitstekend. En eigenlijk gewoon mijn werk gedaan. Er langs voorgeven. En een prachtige goal. Ja, vertel daar eens over. Hoe ging die? Het was een Greg die liep op. En ik maakte een vooractie. En ik ging diep. Greg stak hem. En ik gaf hem gelijk voor op Jip. Die ertussen kwam. En die tikte hem binnen. Ja, zo hoort hij, hè? Zo hoort hij eigenlijk. Heel simpel. En daarvoor ook nog een paar 3 of 4 kansen gekregen. Van mij, die voorzitter van mij. Twee die moesten zeker erin. Maar we hebben gewonnen. En er is er 1 tenminste ingegaan. Hey, nog 8 wedstrijden geloof ik. Het zijn 8 finales. Dat hebben we eerder ook al verteld. Bovenaan. Zullen we het zeggen? Ja, we gaan sowieso voor de kampioenschap. Ik denk, ik heb de laatste keer toen ik voor de camera stond, had ik een belofte gedaan. Dat ik er alles aan ga doen om Tech kampioen te maken. Dus... daar gaan we voor het kampioenschap. Frits, als je zo beroerd voetbalt, met name in de eerste helft en toch die 3 punten binnenhaalt, chapeau. Ja, het zat zeker niet mee. We hebben natuurlijk door de blessure van Walter, het plan wat je hebt, dat valt na 12 minuten in duigen. Ja, dat valt eigenlijk in duigen. En dan ben je eigenlijk weer genoodzaakt om Sven terug te halen in het centrum van de verdediging. Dat hebben we ook gedaan. En dat was ook noodzaak, hè, want uiteindelijk door de speelwijze en de manier van voetballen van HBS was dat nodig. Ja, en dan zit eigenlijk je hele tactische plaatje wat je in je hoofd hebt, dat zet je overboord. Want we wilden echt met volle druk en met opportunisme in de eerste 20, 25 minuten het verschil maken.
Ja, en dat pakte gewoon helemaal totaal anders uit. Het was echt heel matig. Maar goed, toch die drie punten binnengehaald. Ja. Als we even vooruitkijken, Sven van Inge, heel erg belangrijk geweest, ook weer in deze wedstrijd. Absoluut. Maar die gaan we de komende twee wedstrijden missen. Ja, dat is gewoon heel jammer. Kijk, het zit een beetje in die wedstrijd opgesloten. Kijk, ik vond, je kunt geel geven, maar goed, dit is zijn eerste overtreding. Hij is te laat met zijn slijding. Nou, die jongen die scheet er een beetje bij en dan weet je dat je geel krijgt. En dan ben je hem twee wedstrijden kwijt. Dat wist Sven ook wel. Sven die doet dat ook niet bewust. Maar goed, het zit ook in zijn spel opgesloten. Tuurlijk van origine ook niet een echte verdediger. Kijk, ik was gisteravond bij Rosmalen tegen Linde. En dan zie je toch dat daar op een andere manier wordt verdedigd. En Sven is natuurlijk eigenlijk van origine een aanvaller. En dan kun je dit soort overtredingen maken. Maar dat worden nog hoofdbrekers hè, voor de komende wedstrijden om dat weer goed op te vullen of heb je daar al ideeën over? Nee, kijk, wij hebben daar wel een plan voor. Kijk, Obi valt op die positie in, heeft het goed gedaan, zeker in die periode dat Sven eruit was. Dus daar maken we ons eigenlijk niet zo zorgen om. Hey, en voorlopig staan we weer gewoon zo'n beetje bovenaan. Ja, ik ben verrast. Ik had vanmiddag toen ik hier kwam, toen zei ik tegen mijn collega's, ik zeg, luister, er gaan vandaag rare uitslagen vallen. Ja, waarom dat dan? Ik zeg, nou let maar eens op. Ik zeg, je moet niet denken dat de treffer zomaar eventjes drie punten ophaalt bij HFC 21. Sneek, Koninklijk HFC, is nog niet gespeeld. Kan een rare uitslag uitkomen. En het gekke is dat eigenlijk Maghreb ons ook weer verrast. Hè, door punten af te pakken van, geloof ik, van AFC. Ja, maar dus, Maghreb is een goede ploeg. Ja, is gewoon een goed voetballende ploeg. En als die het op de heup hebben, dat heb je hier gezien in de eerste helft, dan kunnen ze gewoon goed voetballen. Maar goed, als het even tegen zit, kun je er ook zo 4-5 inschoppen. Dat is ook gebleken. Kortom, de competitie blijft spannend en TSC blijft volop meedoen. Wij blijven volop meedoen en de kans komt steeds dichterbij. Hè? Bij de eerste zeven, zo moet je het zeggen. Want dat ja, is maar goed, die nummer 1 ligt ook eigenlijk voor het grijpen. Ja, die nummer 1, daar ga ik niet over zin spelen. Want, nou, uiteindelijk mag je dat nu best wel gaan roepen, als je er zo dichtbij zit. Nee, ik ga dat niet roepen. Kijk, ik vind, we moeten heel reëel zal ik het dan maar zeggen? Ja, mag het zeggen, maar ik ga het nog niet zeggen. Want elke wedstrijd die we nu gaan spelen, de laatste 8, is elke wedstrijd blijft de finale. Of dat het nou tegen EVV is, of het tegen AFC, maakt echt helemaal niks uit. De uitslagen van 6 maart. OJC Rosmalen tegen FC Linden 0-1. Die wedstrijd werd op zaterdag 5 maart gespeeld. Sneek Wit-Zwart tegen de Koninklijke HFC 2-2. Hercules EVV 1-0. VVSB UNA 2-1. TEC HBS 1-0. HSC 21 uit Hardenberg de treffers 0-0. En AFC uit Amsterdam tegen Maghreb 90 2-1. Dan de spectaculaire stand per 6 maart voor TEC. TEC bovenaan. 38 punten uit 20 gespeelde wedstrijden. De Koninklijke HFC vinden we terug op de tweede plaats. 21 wedstrijden gespeeld, ook 38 punten. De treffers op 3 uit Groesbeek, 36 punten. AFC uit Amsterdam, 36 punten. En FC Linde vinden we op plaats 5 met 36 punten uit 21 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd op Sportpark de Lok begint om 2:00. Zondag 20 maart is dat tegen EVV uit Echt. U bent van harte welkom. Tot zover deze aflevering. Graag tot een volgende keer.